Jongens, welkom bij de Hot Coffee Show. Uw wekelijkse portie discussie, vragen aan uw vrienden van gamersnet.nl. Want dat zijn wij, Tom en Peter. Daar is ook de show naar vernoemd. Zo zijn we dan ook alweer. Ja, dat hebben we alleen. Dat staat wel in de intro. Ja, dat staat wel Tom en Peter. Maar we zetten het eigenlijk nooit meer in de titel. Nee, dat deden we in het begin wel. En daar was jij er klaar mee op een gegeven moment. Weet je hoe lang dat is? Tom en Peters Hot Coffee Show. Maar dat is de officiële. En wie googelt daarop? Nee, maar dat is de officiële benaming van onze schitterende show. Super. En ja. Serieus, holy shit, echt, het was weer een bomvolle reactieweek vorige week. Want we hadden het natuurlijk over dat games misschien wel te gewelddadig en te drugs-ridden zijn voor de kinderen. Fuck off! En daar was iedereen het stellig niet mee eens. Ja, maar ook heel veel mensen die heel inhoudelijk en best wel lang reageerden ook. Het is natuurlijk inmiddels een battle gaan tussen Uncreated Koen en Glenn. En Koen heeft de prijs van de langste commentkoning, de troon, heeft hij weer overgenomen. Trots op de jongen, echt maar heel mensen nice. Mensen als Beukaapje en Reggie en allemaal mensen die gewoon mooi inhoudelijk lang reageren. Dankjewel, we en lezen En helemaal alles. Met ons eens waren trouwens. Hè. Ook superveel mensen zeiden van Peter heeft helemaal gelijk, het is de verantwoordelijkheid van de ouders. En ik speelde als kind, speelde ik ook die en die spellen en ik heb nog niemand ooit neergeschoten. Dus nou, props voor jullie jongens. Hartstikke goed dat je serious. Niemand hebt neergeschoten. Dat is echt netjes, echt. You're a liar. Ik vind het altijd fijn als mensen niemand neerschieten. Soms loop ik over Utrecht Centraal en denk ik, fijn, weer zo'n dag dat je niet wordt neergeschoten. Echt super vet. Heel relax. Ja, nou, je voelt goed. Een nieuwe week, een nieuwe stelling. Je kan altijd je stelling hieronder droppen of vragen, whatever je wil. Onderwerp, mening, whatever, drop het en wij gaan erover lullen. En we hebben nog steeds dezelfde envelop vanaf aflevering 1. Ja, dus gaan we binnenkort verbranden. Nee man, dat is leuk. Oké. Okay. Recyclen, Gamerset is groen, ga ook groen. Beukaapje. Wat? Een heerlijke naam. Maar ook een beetje pornografisch. De online gamesfeer is tegenwoordig ver te zoeken. Ik herhaal, de online gamesfeer is tegenwoordig ver te zoeken. Ding, ding, ding. Over enkele minuten is de online gamesfeer ver te zoeken. Ja. Dit is vaker aan bod gekomen, heb ik het idee. En vooral ook toen wij het hadden over MOBA's. We hebben het een hele tijd terug, echt volgens mij de zomer van vorig jaar, hebben wij het gehad over... tegenargument, de sfeer daar online is echt ruk. Je wordt alleen maar uitgescholden. Het zijn alleen maar kinderen van 12 die alles 10 keer zo goed kunnen en het niet kunnen accepteren dat ik die game niet 300 uur heb gespeeld. Het is zo... Maar dat is zo veel games tegenwoordig. Allemaal ja, dat is waar. Maar dat is ook de reden dat we dit soort games ontwijken natuurlijk als mensen. Want kijk, wij spelen alle games heel kort. Dat is eigenlijk ons manco. Nou, ik heb mijn uitschieters. Ja, Fallout. Minecraft. Oké, maar goed. Ja, loser. Maar goed, in principe spelen wij heel veel games allemaal heel kort. Wij kunnen nooit zo goed worden in games als jullie. Jullie hebben meer tijd ervoor, omdat wij moeten heel veel games doen. We moeten reviewen. En, maar ook gewoon, ja, we moeten alles weten. Dus dat is al een probleem wat wij hebben als mensen. Maar alsnog, ook als je gewoon een baan hebt of je zit op school, dan is het heel moeilijk om het aantal uren te klokken. Of die gasten klokken. En die zit alleen maar te schelden. Dus... daar heb je helemaal gelijk. In heel veel games, vooral MOBA's, is dat op dit moment het geval. Ook Call of Duty kan het best wel. Call of Duty kan ook echt wel. You should have fucking defused the bomb! Oh my god! Counter-Strike en zo, dat is best wel heftig. Kan heel heftig zijn, zeker bij fanatiekeling. Maar, nuance. Aan de andere kant hebben we een site als gamersnet.nl. Dan wil ik niet mezelf bevlekken, maar dit is wel zo. Wij hebben superleuke... Nee. Ga door. Wij hebben superleuke streams met een superleuke community. En ik vind, bij ons is het altijd heel gezellig. Ik weet niet of jullie ook met elkaar gamen allemaal, maar het is wel... Ja, als, veel mensen wel. Als er met ons gegamed wordt in onze streams, dan vind ik, dat is het voorbeeld hoe het ook kan. Namelijk sociaal, communicatief vaardig. Echt gewoon gezellig. Gezellig gamen. Gezellig, met een zachte G. En ik denk dat het gros van de mensen ook is, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat er veruit de meerderheid gewoon chillen... gamers zijn online. Ja, maar ze worden gewoon overstemd en dat is het probleem door die schreeuwerige kinderen. En dat werd trouwens ook veel aangehaald in de stelling van vorige week, dat kinderen, ook jonge kinderen spelen gewelddadige games en wat ze daarvan leren zijn vooral veel scheldwoorden. Ja. Don't you go suck a dick. Dus die gaan enorm veel schelden en daardoor komen zeg maar de gamers die gewoon vriendelijk zijn en behulpzaam en zeggen, yo, wie heeft er een medkit nodig? Die worden overstemd door die fucking drolletjes. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat wel de meerderheid is. Ik denk, de meerderheid, de drollen, zijn er meer drollen dan? Nee, de meerderheid zijn good guys. Ja, maar ze worden gewoon overstemd. Ze worden overschreeuwd. Ja. Door de kut,
kutplannen. Maar ik moet wel zeggen, ik ben het niet eens met de stelling. Want de stelling is dat het ver te zoeken is. Ik vind dat als je even zoekt, dan kom je bij hele leuke communities. Ga naar Teamspeaks, ga naar, weet je wel, Steam groepen. Zoek Xbox Live Parties uit die je relax vindt. Als je bij die mensen blijft en als je gewoon leuk een vriendschappelijke online community voor jezelf bouwt, dan kun je ervoor zorgen dat je nooit veel in aanraking komt met die schreeuwige kinderen. Gamersnet.nl. Gamersnet.nl voor al je Steam gebruikers, nee, de Xbox Live groepen, de PlayStation Network jongens. Dat is red van alles. Ja. Nee, dat denk ik dus ook. Ja. Alleen ja, het vervelende is, kijk, als je in een GTA Online open map zit, je wordt door 14 mensen niet neergeschoten. Nee. Maar die twee mensen die het continu doen, die verpesten mijn game. En die hebben wel een rocket launcher. Ja. En een of andere helikopter die ik niet kan betalen. Precies, want dat is hun enige doel in het leven, om andere mensen te verzieken. Dus dan lijkt het, maar echt, die 14 mensen, die zitten ergens anders op de map een beetje te chillen met elkaar, die vallen jou niet op. Het zijn die twee die continu aan het zieken zijn. En dat is een beetje samen. Ik kan hun stem niet horen, maar ze zijn waarschijnlijk 12. Waarschijnlijk wel. Echt, want dat komt zo vaak voor. Het zijn jongens, weg met de kinderen in de games. Ze moeten allemaal dood. Nee, maar goed, dan moet je gewoon naar een andere map of gewoon wat vrienden vragen. Weet je, ja, dat is gewoon een ding dan. Dat is wel de truc. En ik weet zeker dat de jongens van de Xbox guys, van onze Xbox crew, die zijn het zeker met me eens. Die zeggen, wij hebben ons eigen groepje en zo hoort het. En als jij gewoon een eigen fijn groepje hebt gevonden, of een clan, of een community, of een site als gamersnet.nl, dan weet je gewoon, dit zijn gezellige mensen. Daar ga ik lekker mee spelen. Het leven is mooi. Ik hoop niet dat er te veel sluikreclame in deze Hot Coffee Show zat. Sowieso een Hot Coffee Show van Gamersnet.nl. Ja, ik heb ook nog een t-shirt kopen. Nee. Gamersnet Store, stop met Gamersnet. Oh, trouwens, wil je een gezellige Minecraft server? Dan kun je natuurlijk altijd naar gamersnetclan.server.clan.gamersnet.nl. Wat is de server? Clan.gamersnet.nl. Ik wist hem wel. Clan.gamersnet.nl. Is dat de Minecraft server? Dat is de Minecraft server. Is dat niet gewoon gamersnetclan.nl? Dat is het. Dat ja, is het ja, namelijk wel. Gamersnetclan.nl, want anders nee. Hij staat in mijn favorites, daarom wist ik het niet. Ja. Dat was het. Dat was het. Jongens, gezellig. Bedankt voor het kijken deze week. Bedankt voor het achterlaten van de stelling, beukaapje. Goeie naam. Goeie naam. Ja, ik weet niet. Hij vindt het een goeie. Ik vind het wel een vieze naam. Ik vind het een leuke naam. Oké. Okay. Maakt niet uit. Heb je zelf een leuke stelling of een vraag aan ons? Of een discussiepunt? Of ben je het volledig met ons oneens over deze stelling? Dan kun je dat natuurlijk ook altijd droppen. Maar wat natuurlijk het belangrijkste is, volgende week is weer een Hot Coffee Show. En daarna weer. En daarna weer. En heb je zelf ook last van die irritante kut? Ding, kinderen. Of ben je een irritant kutkind en wil je ervoor uitkomen? Ja. Dus, ik heb drie dingen die je moet doen. Alweer één. Ben je een irritant kutkind? Ja of nee? En heb je een hekel aan? Twee, reageer, ben je het met ons eens? En drie, stelling volgende week of een vraag of whatever the fuck. Of een onderwerp. En vier, games en shit kopen. Pre-order het Gamersnet t-shirt. Ja. Want dat is super gangster. Dat was hem. Hij voelt goed. Hij voelt goed, hè? Hij voelt goed. 140 gram, 60. 160 gram t-shirt. Er zijn wel kleine mensen die erin passen. Ja? 140 gram, dat is niet... Het schijnt voor een t-shirt behoorlijk wat te zijn. Oh, oké. Okay. Oh, dat is een t-shirt. Ik dacht de mensen die erin passen.